Kom door, oké. Nou ja, hij had ermee natuurlijk over die staat er ook voor in de rij. Ja.
Jongen, jongen, wat een weer. Hey, alleen maar betavers hoor. Wat een weer. Wat is dit? Hoe is het Drenthe? Hoi. Van Wilco. Hij is helemaal in. Ziet u het allemaal? De brommen, de motor van de brommen waar je op rijdt, of het nou een zakje is of een JLO of een zunt, dat maakt allemaal niet uit. Maar er zijn er een hele hoop mensen, die schieten wel eens mensen aan en die zeggen van ja, wat zit er nou eigenlijk in zo'n motor? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, een hele hoop weten dat allemaal niet. Wat? Je zit op zo'n ding te rijden, bergje op, bergje af, gas geven en remmen, maar wat gebeurt er nou? Nou, hebben wij iets op gevonden? We hebben een raampje ingemaakt, we hebben er een achterwieltje opgemaakt, we hebben een versnellingshendeltje opgemaakt, om het geprobeerd zo echt mogelijk te maken. Goed? Ja, ja. Nou, kraantje open. Dan gaan we kijken of die het doet. Jij zegt dat die het doet, hè? Ja. Kijk. Dat valt dan in de tandwiel. Als je een motortje opengemaakt hebt, je weet precies hoe dat zit. Nou, en in Spanje en in Portugal wilden ze dat niet, dat draaien. Dat is allemaal niks. Op zo'n off-the-road bromfietsje moest je dus voetschakeling kunnen doen. En toen heeft die man, ja, die heeft dus de pianosnaren vervangen voor een kettingje. Ja, maar op die bergen werkt dat natuurlijk niet. Er zat hier een verlengde as in, daar kon dan eventueel een rolletje in, zat er een gaatje in met een kabel. Er zat een toerenteller, die zat op het stuur, een mechanische toerenteller. En dan heeft die goede man, die heeft dus uitgedokterd in het schakelsysteem. Dus in hetzelfde bestaande JLO-motortje, moest kijken hoe knap dit gemaakt is. Nu staat hij in zijn vrijstand, nu schakel ik hem naar beneden, kijk, voetje naar beneden. En nu springt hij, klik, is de eerste versnelling. Nu schakel ik weer omhoog, klik, vrijstand. Schakel ik nog een keer. Klik, tweede versnelling. En schakel ik nog een keer. Zo. Schakel ik nog een keer. Klik, derde versnelling. Zie? Hoe mooi is dit gemaakt? Moet je kijken. Zie? Tik je dit tegenaan. De zuiger. Ja. Dat past daar zo op. Dezelfde slag, dezelfde boring. Alleen 70 cc. Maar boring niet. Ja. Nou ja, je hebt eruit gevoerd. Dezelfde slag. Dat past daar zo op. En dan heb je dus een licht motorfietsje. Ja. Nou, als je ziet, normaal in Duitsland monteren alleen met wat betere punten. En dan. Ja, dat is het.
Dat was voor de Krijtler, voor Van Veen Krijtler, was een nagel als een doodskist. Want die Angel Nieto, het was een ventje zo groot, ja. En die vloog iedereen voorbij. Ja. Voor Krijtler was dat de grootste concurrent. En Jorg Muller, die was bij Krijtler dus tuner, die heeft zijn handen vol gehad om dus die Donderse derbies voorbij te gaan. Ja. Voor het wereldkampioenschap. Ja. En die Duitsers, die Spanjaarden, daar hebben natuurlijk heel veel landen gedaan, die profiteren allemaal van de techniek, de Duitse techniek. Want die Duitsers waren natuurlijk niet achterlijk, die hoefden je niks meer uit te vinden. Ja, die hadden het allemaal al voor elkaar. Waarom waren de Duitsers zo interessant na de Tweede Wereldoorlog? Meneer Braun, die moest die raket ontwerpen. Ja. Voor naar de maan, de Apollo. Ja. Duidelijk, joh? Ja. Maar dan heb je ook, dan komen de kogeltjes eruit, er zit er een balletje in en dat balletje komt uit op het randje van de kogel. Ja. En die kogeltjes vallen. Ja. Ja.